Ja, laten we dit zeggen. Ik had gezegd dat ik binnen anderhalve week met antwoord zou komen. Maar natuurlijk heeft het iets langer geduurd. We hebben vrijdag de laatste gesprekken met de sector. Want kijk, ik ben natuurlijk een minister die de sector bij gaat betrekken en de gesprekken gaat voeren. We hebben nog niet helemaal overeenstemming bereikt. Omdat in feite, kijk, banden, de ondernemers zijn niet verplicht om hun kostprijscalculatie in te dienen bij het ministerie van Economische Zaken. Maar dat wil ook niet zeggen dat men moet overdrijven met prijzen. En die afspraak hebben we gemaakt. We zijn op goede voet met de gesprekken. Vrijdag worden de laatste gesprekken gevoerd en dan wordt de laatste kostprijscalculatie gemaakt. Ik ga geen specifieke prijs kunnen geven, omdat ik heb gezien dat iedereen een andere kostprijscalculatie heeft en andere kosten maakt. Bij de importen is er ook een hele andere situatie. Dus soms wordt het met een hele container gekocht, soms wordt het geselecteerd gekocht. Dus die gesprekken zijn nu gaande. We hebben al die punten gelist. En aan de hand daarvan zullen we vrijdag een besluit nemen. En dan wordt er een minimale en een maximale prijs wordt dan bepaald. En dan zullen we dat geven. Maar dat gaat ook per container worden. Want het is elke keer weer, we werken met de douanekoers. En als we per container kunnen de omstandigheden verschillen. Dus die afspraken hebben we dan gemaakt met de ondernemers. Aan de hand van de kostprijscalculaties die ze nu hebben ingediend en de prijzen die er werden gehanteerd of worden gehanteerd, werd er overdreven met de prijs? Ik ga daarover geen antwoord kunnen geven. Ik wil vrijdag daarover echt die discussie hebben. Zij gaan presenteren, wij hebben onze kostprijscalculatie en dan pas kan ik een antwoord geven. Daarom ben ik even rustig gebleven in de media, niet gekomen. En ik wil met een juiste informatie komen. Ik wil niet met indicaties komen en u dingen gaan vertellen die niet kloppen, waarop ik later weer moet corrigeren. En klopt dit, de minister, dat deze case ervoor heeft gezorgd, maar dat horen we, dat wil ik horen bij jou, zo heet hij, Nee, dat is niet zo. Kijk, meneer Gourdayal was aangetrokken. Ik had hem gevraagd om een beetje ordening voor me te brengen bij het ministerie van bij ECD natuurlijk. En meneer Gourdayal is nog steeds op het ministerie, anders zou hij van mij een brief krijgen. En kijk, meneer Gourdayal heeft verschillende verantwoordelijkheden. En hij heeft mij zelf gevraagd, hij gaat me helpen een aantal maanden en daarna gaat hij zijn andere verantwoordelijkheden oppakken. Dus die afspraak hebben we gemaakt en natuurlijk, we zijn nu 3 maanden verder. We hadden een afspraak voor 3 maanden en ik heb nog een beetje een heel druk schema. Volgende week heb ik een goed gesprek met hem en dan gaan we daarna kijken wat hij verder met ons gaat. Maar hij heeft behoorlijk geordend bij ECD. En ik had hem ook gezegd, maak iemand voor me ready die het kan overnemen van jou. En daarmee was hij bezig. Dus hij is nu bezig met wat andere verantwoordelijkheden voor de komende dagen. En na volgende week hebben we een afspraak. Nou kijk, er is een tijd aangebonden dat winkels tot 10 uur mogen open blijven. En dat is een aangelegenheid van het ministerie van Justitie en Politie, dat zij die controle erop moeten handhaven. Wij maken continu bekend, dit zijn de openingstijden. En als, ECD gaat niet de hele tijd op, en zeker s'avonds niet op straat. Ik heb de capaciteit niet om s'avonds op straat te zijn. En zeker de veiligheid, want mijn mensen zijn niet gewapend. En de politie moet daarop handhaven. Dat de winkels dat wel om 10 uur sluiten. Met andere buurten is dat geen politie.
Ik ga u daar verwijzen naar mijn collega van justitie. Maar ik zal het met hem bespreken. Ja. Ja, dus kijk, we zijn on speaking terms. We hebben de basisgoederen. U hoeft het niet met me eens te zijn. Maar de basisgoederen worden elke 2 weken bekendgemaakt met de prijzen. En elke 2 weken geven we aan wat... Er zijn 20 basisgoederen en daarop hebben we elke 2 weken de prijzen. Men moet het enige wat men moet doen is downloaden op de telefoon. En als u uw boodschappen gaat doen... Heeft u de prijzen op uw telefoon of u print het uit of maakt niet uit. Maar de president heeft mij inderdaad gevraagd om de lijst uit te breiden met nog 40 goederen. Wat we gaan doen is dat we de 40 goederen invoerrechten vrij gaan geven. Maar dat we controle gaan uitoefenen op die 40 goederen. Dat er niet wordt overdreven op de 40 goederen. En dat zijn 40 extra basisgoederen. We zoeken nog een naam. Het wordt een aparte lijst. Misschien wordt het gewoon strategische goederen. We hebben de basisgoederen, we hebben strategische goederen. Dus we zijn nog even bezig in die discussie. Ik moet over een 2 weken moet ik het presenteren aan de president. Ik zit morgen met mijn team. En aan de hand daarvan. Maar natuurlijk kunnen we niet alles en iedereen invoerrechten vrijgeven. Dat gaat ons een groot probleem geven. We moeten ook onze inkomsten hebben. Dus aan de hand daarvan gaan we de... We hebben ook gesprekken gevoerd. Kijk, het gaat moeilijk om de winstmarges in te dammen. Daarover gaan de ondernemers niet akkoord. Want de importeurs zijn al akkoord gegaan. In plaats van 12% winstmarge zijn ze naar 10% gegaan. En ze werken mee. Ze werken allemaal mee. Iedereen weet dat we werken als regering om het volk tegemoet te komen. En iedereen wil meehelpen. Maar natuurlijk kan ik niet gaan eisen van dat ze in hun winstmarge gaan knippen. Maar ze willen wel ondersteunen dat men niet gaat overdrijven op de basisgoederen. Natuurlijk eigenlijk op geen enkele goederen mag men overdrijven. Maar de capaciteit dat het ministerie van Economische Zaken heeft, zullen wij op die 40 goederen plus die 20 goederen van basis, daar zullen we op controleren. Concurrentie is er. U mag, u kunt het even checken. De prijzen zijn inderdaad gedropt. Met de komst van de foodbas zijn de prijzen van de basisgoederen gedropt. Dus ik zit ook volgende week met de foodbasket om te kijken van in hoeveel wij nog kunnen ondersteunen bij de foodbasket. Maar de prijzen zijn behoorlijk gedropt met de foodbasket erbij. Nou kijk, ik heb lopende projecten. Ik heb ook gezegd, ik ga in een jaar niet toveren. Toch, ik ga geen nieuwe dingen doen waarbij ik weet dat ik in een jaar dat niet ga kunnen afronden. Al mijn lopende trajecten, dat het volk tegemoet komt, dat ga ik afronden. En daarna zullen we zien wat de volgende verkiezing voor ons brengt om het... Natuurlijk alle projecten weer verder, nieuwe projecten te doen. Maar natuurlijk is het nu het KMO-fonds, onze searchproject, Wereldbankproject, waarbij 50 bedrijven een grant hebben gehad. Onze ECD-controle op de basisgoederen en de 40 goederen die we nog op de lijst gaan zetten. Wij kijken uit naar wanneer de koers dropt, dat we goede controle hebben, goede communicatie met het volk. En dan, er zijn nog heel wat projecten. We gaan nog 1 project doen dat groot is om de toerisme te ondersteunen. We zien dat het goed gaat in Suriname, met heel veel mensen komen naar Suriname. Dus we gaan nog een food en toerisme fair houden. Dat is, u kent onze exportbeurs, dat is elk jaar geslaagd. En dit keer gaan we hem uitbreiden met een food en toerismebeurs, naast onze exportbeurs. Dus dat zijn nog de projecten die we gaan doen. Voor de rest lopen er heel veel kleine projecten, onze basisgoederen. En naast onze basisgoederen wil ik zeggen dat ondernemers worden gesteund, ondernemers worden getraind, ondernemers worden gecoacht. En het KMO-fonds gaat we gaan beginnen met de roadshows in alle districten om ondernemers te ondersteunen, te trainen en te coachen. Dus het ministerie is door en door bezig en we gaan door met het traject waarmee
wij bezig zijn. En ik denk, ik mag terugkijken in 2 jaren dat ik minister ben van Economische Zaken, dat er heel veel werk is verzet. En heel binnenkort zullen alle vergunningen ook online zijn. Dat u in het binnenland bent, dan hoeft u niet naar Paramaribo te komen. U gaat op uw telefoon en u vraagt uw bedrijfsvergunning aan. En dan is het transparant. Het is open, het is transparant en geen enkele corruptie. Ja, dankjewel.